Goedendag. Leuk dat je weer naar het schaatsjournaal van weerplaatsen kijkt. Deze is van de vrijdag. De weersvooruitzichten zijn nog steeds perfect voor de liefhebbers van ijskoud weer. De komende 7-8 dagen blijft het elke nacht vriezen en die kans die is vrijwel 100%. Maar min 1 is natuurlijk niet genoeg. We hebben lage temperaturen nodig. Nou, volgende week woensdag en donderdag gaat het mogelijk streng vriezen. Dat zijn ook de dagen dat het overdag flink koud blijft. Temperaturen Overdag dan onder het vriespunt. En dat is allemaal ideaal om het ijs aan te laten groeien. Maar hoe werkt zo'n ijsgroeimodel nou eigenlijk? Die van Weerplaza die is afkomstig van het KNMI en daar hebben we wat aanpassingen op gedaan met de, de meest recente onderzoeksresultaten. En daardoor uh, werkt die eigenlijk behoorlijk goed. Het is een stralingsbalansmodel. Dat houdt in dat het uitrekent hoeveel straling er inkomt en hoeveel straling er verdwijnt. En als er meer verdwijnt dan erin komt, dan koelt de boel af. En dan begint het ijs aan te groeien. Waar komt de straling dan vandaan? Nou, vanaf de zon. Die levert dus overdag straling. En met name in de nachten kunnen wolken zorgen voor straling. En ook dat zorgt ervoor dat het dan minder koud is. De wolken liggen als een soort deken over het landschap en die houden daarmee de temperaturen op een hoger niveau. Voor echt koude nachten hebben we dus helder weer nodig. En wat er dan gebeurt, is dat alle energie vanaf het water de lucht ingaat, niet weerkaatst wordt door de wolken en dan wordt het flink koud. En dat zien we vooral later volgende week gebeuren, omdat dan de hele atmosfeer ook verder afkoelt. Maar er is ook een belangrijke rol voor de wind. De wind die zorgt ervoor dat het water beweegt. En zolang het dat beweegt, is het veel lastiger om het dicht te laten vriezen. We hebben de komende dagen dus eigenlijk weinig wind nodig. Dan kan de koude lucht goed haar werk doen. En als die ijsvloer er dan eenmaal ligt, dan mag het wel waaien. Want dan wordt de warme lucht sneller weggeblazen. En kan het ook weer sneller aangroeien, de ijs. Nou, de windvooruitzichten zijn eigenlijk niet zo positief. De komende dagen gaat het juist harder waaien. Dus we krijgen koudere lucht, maar ook meer wind... Daardoor gaat het lang niet overal lukken om een flinke ijsvloer te creëren. Maar de verwachte ijsdikte die is nog steeds zeer acceptabel. Met weinig wind komt ons model uit op 12 tot 14 centimeter. Nou, dat zijn echt forse ijsdiktes. Maak het maar eens met je vingers: 12 tot 14 centimeter. Dan kan dat echt op uitgebreide schaal geschaad worden. Maar zoals ik al zei, er is wel wind. En dat zorgt ervoor dat er waarschijnlijk toch wat minder ijs gaat ontstaan. We houden het nog steeds op ongeveer 8 centimeter. Dus voor onze schaatsthermometer betekent dat dat we op dit moment nog steeds op het niveau van de ijsvorming zitten. Vandaag en ook morgen zijn de temperaturen nog steeds ruim boven het vriespunt. Maar in de loop van volgende week dan stijgt de thermometer richting ijs op de plassen en meren. En net als gisteren het zullen waarschijnlijk de kleinere plassen zijn of de locaties waar weinig wind staat. In een bos bijvoorbeeld daar wordt het ijs dik genoeg om veilig te schaatsen op de grote plassen, op de open plassen, zoals bijvoorbeeld de Loosdrechtse plassen of de grote meren in Friesland, daar heb ik nog mijn twijfels. Maar wie weet, de komende dagen houden we u op de hoogte en misschien worden de berichten nog positiever. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.